De overgaagbrug in Den Hoorn gaat vanaf 11 december voor alle verkeer dicht. De brug wordt verbreed om hem beter aan te laten sluiten op de nieuwe Zuidhoornseweg tussen de Woudseweg en de Rijksstraatweg. De nieuwe verbinding zal het ziekenhuis beter bereikbaar maken vanuit Midden-Duifland en Westland. De brug wordt niet verhoogd. Dit tegen het zere been van de werkgroep Expertiseplatform Water uit Delft. De werkzaamheden zijn op de lange baan geschoven. Alleen, je had het zo graag nu gewild. Want nu wordt er gewerkt. Nu had je werk met werk kunnen maken. Het gaat van ons aller belastinggeld. Dat geld kan je maar één keer uitgeven. Doe het nu, nu het nodig en makkelijk is. En waar eigenlijk zoveel mensen om vragen. Niet alleen eigenaren van plezierboten, maar ook rondvaartondernemers balen dat de brug niet wordt verhoogd. Ja, mijn persoonlijke mening. Jammer. Nu of nooit, breng die brug naar 1,80 meter en daarmee is het eigenlijk voor de eeuwigheid geregeld. Dit is vraag om problemen. De rondvaartondernemer wil dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de tijden dat de brug open gaat. Waar we ook op kunnen rekenen en ook aan onze gasten kunnen doorgeven. Ja, hele praktische problemen kan ik mij voorstellen als de brug open is dat de hulpdiensten staan te wachten wat niet ideaal is. Of wellicht tijdens spitsuur dat de brug helemaal niet kan draaien terwijl wij toch zouden willen doorvaren. Er is volgens de werkgroep te veel gekeken naar kosten en niet naar gezamenlijk belang. En als je elkaar wil vinden... En als je elkaar wil overtuigen en als je hier kijkt wat een prachtig gebied het is, waar je van wil genieten met z'n allen, dan zou je zeggen dat zou je moeten zien. Op hoge kost 3,5 miljoen euro. Te veel voor Midden-Duifland alleen. De gemeente vroeg daarom om andere gebruikers van de vaarroute waar de brug deel van uitmaakt om mee te betalen. Zowel provincie als omliggende gemeenten hebben dat verzoek echter afgewezen.